Een 27-jarige Rotterdammer is woensdagavond omstreeks 21:30 gewond geraakt bij een steekpartij op het Groenendaal in Rotterdam. De man liep oppervlakkige snijwonden op. De politie heeft een 55-jarige verdachte direct kunnen aanhouden. De twee mannen zouden bekenden van elkaar zijn en al langer in onmin met elkaar leven. Ze kwamen elkaar tegen op straat waarna de ruzie ontstond. De 55-jarige verdachte stak het slachtoffer met een mes in zijn arm, buik en onderbuik. Het slachtoffer liep daarbij oppervlakkige steekwonden op, maar wist zich te verweren. Hij sloeg de verdachte namelijk bewusteloos. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. De verdachte is op het hoofdbureau van politie onderzocht door een arts en werd daarna ingesloten voor verhoor.